zijn vandaag bij Audio 2 Centrum, ons bedrijf, gespecialiseerd in elektronica, audio-video. En wij doen vandaag de demonstratie van de nieuwe CAV-series, de metadrivers vooral, dus de reference en de blades. Dus we hebben zowel de blade 2's als de nieuwe blades staan, de ref 5, de ref 3 en de reference 1. En dan gaan we een demonstratie doen samen met de brand ambassador Johan. Er moet iemand een special guest zijn, maar we zijn blij dat hij erbij kan zijn. Toch een icoon in de branche, zeker als het gaat om CAV, wat al 60 jaar bestaat dit jaar. Dus wij zijn verheugd dat we hem mogen ontvangen. Welkom, wij zijn hier met een hoop mensen van in Audio TV Centrum Eindhoven. Ik ben Johan Koor, vertegenwoordiger voor CAV sinds lang. Om het publiek hier, ja, te experience alles wat CAV mee bezig is geweest. Te horen vandaag de nieuwe Blade 1 Meta. Blade 2 meta, de reference 5 meta, reference 3 meta, de LS50 meta. Hier hebben ze vol sortiment in het nieuwe winkel hier van Audio TV Centrum en dit is pracht. Het is een prachtplaats. Ja, heel mooi. Het is heel goed gedaan. We gaan nu voornamelijk spelen met de Blade 2's en de Reference 5. Aangestuurd met de Hegel H590. Mooie combinatie, kabels van Audipress ertussen. Maar Hegel en CAV natuurlijk twee merken die prima samengaan, die elkaar veel opzoeken. Wat dat betreft een hele mooie combinatie. Nou ja, vooral de Unique drivers van CAV, die zijn bijzonder. Het geeft een andere bundel van geluid waar ze eigenlijk al heel lang mee draaien. Wat voor hun ook een bijzondere eigenschap is. Als we gaan luisteren, de nieuwe metadrivers, wat soft, wat relaxed zijn. En een heel breed stereobeeld afgeven. Meta Materials Absorption Technology. Het is een technologie dat bestaat. In een andere wereld. Wat het bedoelt is, en dat moet ik even in Engels uitleggen. What you take is you take a known material, but you very specially apply to the material, in this case with a working out of channels, to make it behave in a new way. And in our way, it's to absorb frequency at the back of the driver. Het principe is dat je wilt horen van de front of de loudspeaker wat eruit komt. Maar natuurlijk komt even zoveel van de achterkant van de driver in de box. En dan heb je, you got resonances. Hè? En je kan een dikke box maken en de tap desk. Maar toch heb je wat problemen. Nou, onze engineers hebben ontwikkeld. Dat is een soort disc met 32 bepaalde kanalen. Op bepaalde frequentie, it cancels, it absorbs. Nou, vast 100% van de achter, de geluid van achter, van 600 hertz naar boven. We hebben dat allemaal gemeten natuurlijk, onze engineers. Maar het was een groot verrassing hoeveel beter het was. En zelfs de klanten, toen wij de LS50 Meta naar de markt brengden, het was wauw. Zelfs bij mij persoonlijk. Eerst de Meta vergelijken met het oude. Wauw. Met Bowers is het een goede oplossing. Het is heel goed gedaan. Maar it's a long tube. Het is zo lang. Wij wouden dat niet. Wij wouden, het is heel dun en helemaal binnen. En? Volgens ons, het werkt beter. It absorbs more of the, it's more exact. De mensen denken, ja, je hebt dat ontwikkeld en je kan gewoon een nieuwe driver, een nieuwe metadriver erin gooien. Nee, helemaal niet. Want de filters moeten helemaal vernieuwd, de hele design. En dat zijn we bezig mee. En nu hebben we de Blade Metas en de Reference Meta. Very exciting. Als je uiterlijk ziet, bijvoorbeeld de Blade Meta en ook de Reference Meta, op één blik, nou, de design is in feite hetzelfde. Nou, hoog.
van binnen is het anders. Bijvoorbeeld in de Blade Meta, it's got a whole new section to hold the Unique. En bij reference is het ook anders gemaakt. Ja, in de nieuwe Charcoal Grey versie, ook nieuwe kleur metadrivers. Het is ja, een van de mooie geluidssprekers. Het gaat om vormgeving en niet traditioneel recht toe recht aan. Totaal anders gemaakt en geproduceerd, maar subliem in geluid. Voor mij, oké, ik werk voor KEF, maar persoonlijk gezegd, de bouwkwaliteit van KEF nu is wauw. Het is echt spits, het is echt top. Ja, we willen mensen wel eens laten zien wat er nu gebeurt met de nieuwe drivers. Een beetje enthousiasmeren over de nieuwe speakers. Maar natuurlijk ook ons bedrijf te laten zien. En te laten zien wat we in huis hebben en wat we kunnen. En ik denk dat het uniek is. Wij zijn een van de eerste, niet de eerste, maar we zijn een van de eerste die de presentaties doen op de nieuwe speakers of met de nieuwe speakers. Ik denk dat het een unieke ervaring is voor mensen om dat te beleven. Nee, de kwaliteit van die set is echt bizar. Het ene signaal verspilt natuurlijk een hele grote ruimte, hè, dus dat zou je kunnen horen. Maar als je naar de kwaliteit op zich gaat luisteren, dan is dat prima te doen. Kijk, als iemand echt daar zich mee laat nemen in die muziek, dan denk ik niet de emotie een pijnpunt zal zijn vandaag. Ik denk dat er wel een aantal mensen kippenvel zullen krijgen. Ja, zeker. Nee, niks moet. Het enige wat wij fijn vinden is met goede zin bij ons binnenkomen. En open en eerlijkheid. Dat verwacht de klant van ons, verwachten wij eigenlijk ook van onze klant. En dan in de zin van met commentaar en kritiek kunnen wij een set daarin in behandelen. Maar altijd geheel vrij blijven natuurlijk. Muziek is emotie, dus je moet een goed gevoel hebben bij een set die je eventueel kan aanschaffen. En ik denk dat dat al een van de key features is om te doen. Ja, in ieder geval het gevoel. En mochten mensen daardoor geprikkeld zijn en toch denken van nou, ik ben benieuwd, dan moeten ze vooral even bij ons een afspraak maken. En dan kijken we voor hun wat we kunnen doen en wanneer we een set klaar kunnen zetten, zodat zij ook die ervaring kunnen krijgen. Zeker.